Mickey, dit is je moment, dit is je moment. Oké. Okay. Lieve papa. Oké, ja, oké. Nou, ik vond de workshop super leuk, maar ja, soms was het ook wel een beetje onhandig, want ik heb zo wat een half uur mijn haar zitten komen om al die klit uit mijn haar te krijgen. Want ik speelde in de film Vermist en ik was de robotzombie, dus mijn haar zat heel erg door de war. Dat is een leuk antwoord, dat is leuk. Ja, dat is leuk, dat is leuk. Heel goed, heel goed. Goed zo. High five. Top, oké, okay. Ja. Yeah. Oké, nog iemand. Malot, kom maar. Oké, wie zijn er allemaal geweest? Nou, we zijn er bijna. Oké, goed. Malot. Ja. Je hebt de workshop niet echt helemaal gedaan. Nee. Dus jij mag gewoon... een ultra kort en krachtig. Wat ik zeg maar, weet je wat je mag zeggen? Even iets anders. Je mag zeggen, ik heb de workshop nog niet gedaan, maar ik heb wel heel veel films gezien van de workshop en die vond ik heel leuk om te zien. Dat is een leuk antwoord. Maar ik heb de films nog niet allemaal gezien. Oh! Je hebt er wel één film gezien, hè? Nee, ik heb het net tegen mijn moeder gezegd. Dit is dus mijn zusje. Ik ben heel blij dat ik gewoon aan het lopen. Oké, zeg iets leuks. Iets korts en ik heb je beschermd. Iets korts en... Woord en lijn. Ja, precies. Dat was een goeie. Hoe het je lijkt om te doen. Zeg maar gewoon, ik heb het nog niet gedaan, maar ik zou het bijvoorbeeld, want je wilt het graag doen. Je wilt het heel graag doen en ik zou het ook heel graag aan willen gaan met jou. Daarom heb ik je nu ook even hierbij betrokken. Maar dat je misschien zegt, van, nou, ik heb het nog niet gedaan, maar ik zou het heel graag willen doen, omdat... En dan mag je daar iets over bedenken. Ja? Ja. Oké, okay, super. Oké, okay. Yes. 1, 2 en go. Ik heb de workshop nog niet helemaal gedaan, maar ik zou het wel heel leuk vinden om te doen, omdat ik acteren best leuk vind. En dat was het. Is dat goed, Mike? Of ja, ik vind het leuk. Oké, okay, hij is goed. Heel leuk, heel leuk. Yes. Oké, volgende. Jij, kom. Sophie. Ja. Oké. Oké. Misschien iets over Vermist. Tenzij een ander. Had je al een idee? Oké, misschien wel iets over jouw film, over Vermist. Want daar is nog niet zo heel veel over. Vertel jij net over die zombie, maar misschien daar wat over. Of iets anders hoor, dat mag ook. Ja, ik weet okay. Het. Gewoon hoe je de workshop vond? Of wat je geleerd hebt? Ik kan wel over de film vertellen. Over de film? Oké. Goed. Oké. Sophie, wat zou jij willen vertellen over de film Vermist? Nou, ik speelde zelf ook erin en ik vond het heel leuk om te doen. En het was ook echt heel grappig, want er komen opeens bij... daar zijn kinderen en die gaan op zoek, want er is een jongetje vermist. En dan komen er opeens twee elfjes die jongens spelen. En het wordt een heel leuk avontuur en zo. En er is een hele gekke robot. En ook een hele rare conciërge. En een, ja, het is echt een hele leuke film. Ja, super. Dankjewel. Applaus. Wie nog meer? Tanja. Yo. En dat is de laatste? Nee, Linde nog. Oh ja, Linde. Oh, nee, Linde, die hoeft niet, hè? Want Roy wilde ook niet, dus het hoeft niet. Denk er nog over, ik vraag het zo nog een keer. Het hoeft niet namelijk weer, want Linde, jij hebt al best wel veel, maar jij hebt al wat dingen gezegd en gedaan, dus denk maar even over na. Oké, goed. Tanja, wil jij een beetje hetzelfde idee of heb je iets heel anders in je hoofd? Nou... Je speelt er ook een leuke rol. Of we gaan het niet over de film hebben, kan ook. Over de workshop. Over de première misschien. De limo. Ja. Of gewoon van allebei een beetje, kan ook. Zullen we dat doen? Oké. Okay. Ja? Of weet je, nee, wacht, dit is gewoon niet verteld. Zeg maar even een klein stukje over hoe het was om een filmscript te maken. En dat je daarna gaat praten over de première. En dan met de limousine en alles. Ja? Oké, okay, goed.
We moesten een filmscript maken, want als je een film maakt, moet je natuurlijk eerst weten waar het over gaat. En je werd in groepjes verdeeld en dan moest je allemaal een verhaal bedenken. En dan moest je gaan vertellen aan iedereen en dan werd er op een gegeven moment op je gestemd. En het is ook mijn verhaal met Bastiaan en Damien is doorgegaan en die hebben we ook gespeeld. En hij heeft vermist. En de première was ook heel leuk, want iemand had een limo geregeld. En dan moest je er aan de ene kant in en aan de andere kant moest je dan uitstappen, net alsof je in zo'n echte limo had gereden. En we gingen op een gegeven moment ook die film kijken en toen moest iedereen gewoon lachen, omdat het gewoon zo grappig was, bij die elfjes ook. Toen kwamen ze echt met zo'n muziekje aangelopen. Dat was echt heel grappig. Dat was het eigenlijk wel een beetje. Keurig, applaus. Ja of nee? Zelf kiezen. Wel? Oké, okay. Kom maar. Oké, okay. Gaan we eens eventjes, even de laatste en dan zijn we in principe klaar. En dan gaan we eventjes hebben over de onderwerp. Oké. Okay. Wacht even. Wacht een momentje. Ik vind het wel echt ontzettend leuk. Ik vind het wel echt, ik geniet hier echt van hoor. Ik vind het zo leuk dat jullie er allemaal zijn. Even een groot applaus. Even voor jullie. Want even, dit, ja, heel mooi. Ik vind het zo leuk. Oké. Oké. Laat maar. Geen speech. Je hebt een momentje hebben. Wil je even midden staan? Nee. Goed. Oké, Linde. Het doosje ook nog niet gevolgd, maar... Jij hebt er wel wat van gezien, je hebt beelden gezien in ieder geval, dat weet ik. Dus je hebt een stukje van die kinderen gezien. Misschien kun je daar wat over vertellen. Nou, ik heb wel beelden gezien van films of van reclames, trailers en nou ja, wat je daarvan vond. Nou, ik heb een paar beelden gezien dat de kinderen in de limousine gingen en zo. En dat ze eruit kwamen. En het leek me echt super vet om daar ook bij te zijn. En ja. Oké, nou. We hebben deel 1 al. Dat staat. Deel 1 staat. Misschien dat je nog even duidelijk zegt van het lijkt me ook erg vet om de workshop te doen en een echte film te gaan maken. Is dat een idee? Ja hoor. Ja? Oké, ja, doe maar. Laatste. Ja. Het lijkt me ook heel leuk om de workshop te volgen en zelf een echte film te maken. Nou, amen. Super.